Dirk Zelenberg ligt behoorlijk onder vuur vanwege een bizar TikTok-filmpje bij een van zijn trouwerijen. Hierin is te zien hoe hij vlak voordat hij een huwelijk moet voltrekken, steen en been klaagt over de omstandigheden waarin hij moet wachten op de ceremonie. Te heet en aftans is zijn beklag. Het filmpje levert Dirk felle kritiek op. Zo zegt iemand: haha, mijn eerdere reactie weggehaald. Je bent na dit filmpje nog steeds een overbetaalde, disrespectvolle, arrogante vent ten opzichte van het bruidspaar. Ik zou jou nooit inhuren na zo'n arrogante en kleine rende opname. Wat een acteur ben jij in alle opzichten? En een ander: elkaar vindt het niet zo netjes dat je iemand zijn trouwlocatie afzeikt. Misschien zie jij dit als humor, maar het komt vooral respectloos en naar over voor de mensen die jou duizenden euro's hebben betaald om hen te trouwen. Evert Santegoeds vindt het ook heel raar, geeft hij aan in shownieuws. Nou, Dirk, gaat het wel goed, vraag je je dan af. Collega Tooske Ragas, dat vroegen de mensen op internet zich ook af. Frits Hufnagel is klaar met deze man, het is natuurlijk grappig bedoeld, maar het is toch heel gênant. Je huurt die man in en dan met al die klachten die er al zijn geweest. Hij is wel een beetje afgegleden. Evert denkt dat Dirk het niet is doorheeft. Heel veel volgers van hem op internet reageren er laaiend op, van, dat kun je niet maken. Dan begint hij terug te krabbelen en te zeggen dat het een grapje was natuurlijk, maar er zijn ook veel mensen die zeggen dat hun reactie is weggehaald en daar staat Dirk bekend om. Hij vervolgt: We hebben in het voorjaar nog eens een verhaal over hem gehad over de divorce die hij zelf niet al te netjes schijnt af te wikkelen, en dan zegt hij zelf ook van: Ja, ik haal inderdaad wel reacties weg van Instagram. Dat doet iedereen. Dirk heeft de mensen die trouwden ook nog voor de camera getrokken om hen te laten zeggen hoe goed hij wel niet is als trouwambtenaar. Hij zegt zelf dat de mensen die hij getrouwd heeft heel erg tevreden erover waren. Dat zou ik dan wel heel graag van die mensen willen horen of van de ooggetuigen. Ik weet het niet, al dus Evert. Hij vervolgt: het zal, maar ik hoor heel veel klachten over Dirk Zeleberg zijn optredens als trouwambtenaar tegenwoordig. Evert wijst erop dat Dirk tegenwoordig ook begrafenissen doet. Daar vraagt hij 15.000 euro voor om iemand naar zijn laatste rustplaats te begeleiden. Frits, hij zegt dat hij heel veel aanvragen krijgt, maar met al die klachten denk ik dat het niet de goede kant op gaat met deze jongen. Evert, ik denk het ook niet. Hij heeft niet een al te beste reputatie in dit wereldje op dit moment.